zwangerschapsupdate. Ik ben vandaag 33 weken en 3 dagen zwanger. En dat betekent eigenlijk dat ik over 4 weken al, dat de baby in ieder geval over 4 weken al voldragen is. Dus eigenlijk mag komen bij 37 weken. Natuurlijk is je uitgerekende datum bij 40 weken. Dan zou het nog 7 weken duren en je mag bevallen tot en met 42 weken. Maar ik hoop niet dat ik nog zo lang hoef te wachten, want ik ben best wel ongeduldig. Maar het is wel leuk om te weten dat in ieder geval over 9 weken hebben we gewoon een baby. En dat is al heel onwerkelijk. Nou, de afgelopen weken is mijn gewicht gelijk gebleven. Dus ik ben niet aangekomen en ook niet afgevallen. Mijn buikomtrek is wel met 1 centimeter gegroeid. Ik merk dat het niet meer zo hard gaat als in het tweede trimester. Maar ik heb nog wel steeds het idee dat mijn buik meer in de lengte aan het groeien is, dus in de hoogte, dan dat hij echt nog meer naar voren komt. Dus dat zou kunnen verklaren waarom het minder hard gaat. Ik ben eigenlijk nog steeds heel blij met hoe ik me voel en hoe het met me gaat. Ik heb nog genoeg energie, ik ben nog vrij bewegelijk. Ik merk natuurlijk wel bij sommige dingen dat mijn buik in de weg zit, maar... het is niet dat ik niet meer kan fietsen of niet meer kan lopen of noem maar op. Ik moet me natuurlijk wel wat aanpassen bij dingen. Zware dingen tillen probeer ik zo min mogelijk te doen vanwege mijn rug. Er worden sowieso heel veel klusjes uit handen genomen als je zwanger bent. Dat zul je wel gaan merken. Dus mijn man Michiel die doet heel veel en overal waar ik kom... willen mensen toch dingen voor je doen op de een of andere manier of laten je zitten. Als je ergens in de trein of in de bus moet staan, dan staan er mensen voor je op. En dat is altijd wel, dan voel je je wel even bijzonder. En dat is wel ook wel fijn, want het is natuurlijk ook best wel zwaar om zo'n baby in je buik te hebben. Vorige week vertelde ik over de steekjes die ik voelde daar beneden bij mijn vagina. En ik heb het aan de verloskundige gevraagd, want daar was ik vorige week donderdag. En het blijken dus inderdaad inhalingsweeën te zijn. Dus dat is het indalen is gewoon dat de baby met het hoofdje naar beneden dieper je bek ingaat. En dat is nodig om te kunnen bevallen. Dus als je gaat bevallen, dan is je baby volledig ingedaald. En vanaf 30 weken kan die indaling al beginnen. Dus bij mij is dat bij week 32 eigenlijk al begonnen. En ik heb het nog wel een aantal keer gevoeld de afgelopen week, maar niet meer zo super heftig als toen die ene keer. Het is vooral als ik dus op mijn zij lig en zodra ik dan gewoon recht ga zitten, dan is het eigenlijk weg. Dus dat doe ik dan maar gewoon, want het is niet echt een heel fijn gevoel. Even kijken. Ja, maagzuur is echt een groot probleem geweest de afgelopen week. Niet dagelijks en ook niet de hele dag als ik het had, maar... af en toe van die golven, dat ik echt zo'n pijn had, bij mijn slokdarm denk ik dan, dat ik even niet meer wist wat ik ermee aan moest. En ik heb er geen medicatie voor in huis, maar ik zit er wel aan te denken om dat gewoon in huis te halen voor het geval ik het weer krijg. Maar steeds als ik aan het winkelen ben, dan heb ik er geen last van, dus dan denk ik er niet aan. Maar misschien is het toch wel verstandig om wat in huis te halen. En vanillevla heb ik gemerkt, werkt niet echt bij mij. Het verzacht wel even, maar dan een half uur later is het gewoon terug. Dus dat is niet echt een optie. Mochten jullie eventueel tips hebben wat te doen tegen maagzuur of welke medicatie ik het beste kan opnemen, dan hoor ik het graag. De streamen waar ik vorige week ook over vertelde, die ik op mijn buik had ontdekt, helaas. Die zijn iets erger geworden. Niet extreem veel erger, maar ik heb er ook een paar. Zijn er een paar bijgekomen. Hele kleintjes wel. En degene die ik al had, die zijn wat donkerder paars geworden. En nu zie ik dus wel echt duidelijk dat het streamen zijn. En dat is best wel balen. Maar aan de andere kant kan er niks meer aan doen dan ik eraan heb gedaan. Ik heb altijd goed gesmeerd. Ik smeer tegenwoordig zelfs 's ochtends en 's avonds, dus ook nog voordat ik naar bed ga, 's ochtends na het douchen. Dus ik heb het idee dat ik er alles aan doe wat ik eraan kan doen. Dus als het nu ontstaat, dan moet ik me daar gewoon mee neerleggen. Er zijn erge dingen inderdaad.
Nou, vanmorgen heb ik het examen gemaakt waar ik ook vorige week over vertelde. Helaas ging dat niet zo goed als ik had verwacht. Ik had echt wel goed geleerd en het idee dat ik alles kende. Maar toen ik de vragen zag, dacht ik, waar gaat dit over? Waar staat dit in het boek? En welke... Er waren heel veel lijstjes met criteria en zo die ik moest leren. En dan had ik heel vaak het idee, geen flauw idee over welk lijstje het ging. Dan was het natuurlijk lastig om dat überhaupt nog terug te halen in je geheugen. Ik heb het idee dat het toch iets met, ook met hormonen te maken heeft. Dat ik dingen minder makkelijk kan onthouden. Dus ik vind het nou wel heel vervelend, mocht ik het examen niet gehaald hebben, was ik eigenlijk van plan om nog een herkansing te gaan doen voordat de baby komt. Maar ik twijfel nu wel een beetje of dat slim is. Want als ik nog verder in de zwangerschap nog vergeetachtiger word of verstrooider, dan gaat het waarschijnlijk weer niet lukken. Maar ja, daar moet ik nog even goed over nadenken. Laten we voor nu gewoon hopen dat ik hem voldoende heb. Er moet in ieder geval binnen 4 weken nagekeken zijn. Ik hoop, ja, meestal zijn ze wel wat eerder, dus ik hoop dat dat nu ook zo is. Want over 4 weken dan ben ik al 37 weken zwanger en dan wordt het natuurlijk nog wel, ja, heel lastig om een examen te gaan maken. Nou, morgenavond hebben we een rondleiding in het ziekenhuis waar ik wil gaan bevallen. En dat is heel spannend en leuk, want krijgen we het zijn kraamsuites, noemen ze het. En daarbij is het uitgangspunt dat moeder, baby en vader zoveel mogelijk bij elkaar blijven na de geboorte. Ook tijdens de bevalling natuurlijk. En de vader mag ook gewoon blijven slapen in het ziekenhuis. En de baby wordt niet bij de moeder weggehaald, zoals bij sommige anderen, dat er naar een kraamafdeling wordt gebracht. Ja, dus dat is vind ik een hele fijne gedachte. En die kraamsuites gaan we dan zien hoe die eruit zien. En er wordt nog meer uitleg gegeven over bevallen in het ziekenhuis. Waar je allemaal rekening mee moet houden wanneer je daarheen gaat en dat soort dingen. Dus dat gaan we morgen allemaal te horen krijgen. En ik zal volgende week natuurlijk even aan jullie vertellen hoe dat is geweest. En wat ik ervan vond. Nou, de ontwikkeling van de baby deze week. Hij is al best groot en dus ook best sterk. Maakt ongeveer 500 bewegingen per dag. En sommige daarvan kunnen best wel pijnlijk aanvoelen. Sommige vrouwen krijgen zelfs blauwe plekken. Of echt last van hun ribben. Dus dat hij daar heel veel tegen aanschopt. De baby komt nu ongeveer 230 gram per week aan. Dus dat is echt een flinke groeispurt. En dat zijn puur de vetreserves. Die hij aanlegt zodat hij straks zichzelf makkelijk op temperatuur kan houden. En ook wat reserve heeft. Omdat alle baby's nadat ze geboren zijn afvallen. Dus het is wel goed als een baby wat reserve heeft als hij ter wereld komt. Zodat hij, ja, dat hij daar even op kan teren, zeg maar. In de lengte groeit de baby niet zoveel meer. Slechts enkele centimeters tot aan de geboorte. Dus hij is eigenlijk al bijna, qua lengte, bijna volgroeid nu. Mocht de baby nu komen, dan levert dat in principe geen grote problemen op. Wel moet je in het ziekenhuis bevallen, maar ja, dat was sowieso mijn wens al. En is het ook zo dat hij waarschijnlijk nog een aantal weken in de couveuse moet. Omdat hij nu zijn temperatuur nog niet goed kan regelen. En de longen waarschijnlijk nog niet helemaal rijp zijn. Maar in principe heeft een baby gewoon prima overlevingskans. Als hij bij 33 weken wordt geboren. Dus dat is wel een heel fijn idee. Het is heel belangrijk om stress te voorkomen. Daar ben ik niet echt een heel goed voorbeeld van met mijn examen gedoe. Maar stress vernauwt je bloedvaten. En door je vernauwde bloedvaten kan je placentafunctie achteruit gaan. En dat is eigenlijk de belangrijkste voedingsbron. En nou ja, die regelt eigenlijk heel je babysysteem. Zoals de placenta niet goed meer werkt, dan zit de baby niet meer lekker in je buik. En dan is er dus, dan moet je echt aan de bel trekken. Of dan merkt dat merkt de verloskundige waarschijnlijk ook wel. Dus het advies, zoveel mogelijk ontspannen. En je niet te druk maken om dingen. En gewoon de dingen nemen zoals ze komen. En dat probeer ik. Ga ik nu ook echt proberen te doen. Want stressen is nergens goed voor. Nou, dat was het voor deze week. Deze wijze woorden. daarmee sluit ik af. Ik zie jullie heel graag volgende week weer bij week 34.
En ik ben trouwens ook wel heel benieuwd wat mijn laatste zwangerschapsvideo gaat zijn. Wat mijn laatste update gaat zijn. Welk weeknummer. Dus als jullie daar verwachtingen over hebben, ben ik daar ook wel heel benieuwd naar. Ik durf er geen uitspraak over te doen. Ik weet het echt niet. Maar ik ben wel benieuwd wat jullie denken. Nou, bedankt voor het kijken. Geef deze video even een duimpje als je hem leuk vond. Abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan had. En dan zie ik je graag volgende week. Doei!